Welkom bij Cargo. Mijn naam is Ben Verlooy en vandaag sta ik hier met deze Abarth 124 Spider GT. Ik ga kijken wat nu de meerwaarde is van deze GT-uitvoering en natuurlijk ook of die grote fun factor van deze wagen behouden blijft. Maar ergens heb ik daar helemaal geen twijfels over. Ik wens u alvast heel veel kijkplezier. Klinkt zo. En dan vraag je je toch wel af welke magie de Italiaanse geluidstechniekers van Abarth hebben moeten toepassen om de 1.4 turbomotor vooraan zo te laten klinken. Nu, dat is alvast zeer leuk. En natuurlijk is er toch wel iets uniek aan deze 124 GT. Deze komt namelijk met een carbonen harddak en dat heeft enkele voordelen. Om te beginnen is de geluidsdemping een pak beter, je hebt veel minder geluid van de wind bij hogere snelheden en je hebt ook betere isolatie, wat perfect is voor een dag als vandaag, want het heeft zelfs gesneeuwd. Het leuke aan dit carbonen dak is dat je het er gewoon kan afnemen door enkele torx-schroeven los te wijzen en natuurlijk de achteruitverwarming los te klikken. En dan heb je ook dat stoffendak dat onderin zit. Dus voor in de zomer is dit echt wel perfect. Nu, dat carbonen dak hebben ze natuurlijk boven de gewone auto toegevoegd. En dingen die je toevoegt, wegen meer. 18 kilogram om precies te zijn in het geval van dit dak. En op zich merk je daar niks van. En ook die perfecte gewichtsverdeling blijft behouden. Wat ervoor zorgt dat deze wagen dus nog steeds dat leuke rijkarakter zou moeten bieden. En dat is nu hetgeen dat ik zo leuk vind om even uit te zoeken. De Abarth 124 Spider GT wordt uitgerust met een 1400cc 4-cilinder inline turbobenzinemotor. Deze levert een maximum vermogen van 170 pk of 125 kW en een maximum koppel van 250 Nm. Dit in combinatie met het lage gewicht van deze wagen gaat ervoor zorgen dat 0 naar 100 in 6,8 seconden gebeurt. Eén opmerking bij deze toffe, luidruchtige motor is dat hij toch wel een duidelijk merkbaar turbo gaat heeft. Het interieur van deze 124 GT is sportief, maar het heeft ook een zeer gebruiksvriendelijke layout. Doorheen de auto vind je rode accentjes, zoals bijvoorbeeld op het stuurwiel, een rode teller voor je en ook het rode stiksel op een Alcantara of op de zetels. Verder vind je hier en daar ook een apart logo, bijvoorbeeld op de armsteun en op de zetels, en die dingen maken het interieur nu echt wel af. Het gebruiksvriendelijke is toch wel terug te vinden. Alle knoppen zijn makkelijk binnen handbereik en ook het infotainment systeem is logisch opgebouwd zodat je er snel mee weg bent. Uiteraard heb je ook dingen zoals een geweldig Bose geluidssysteem en zetelverwarming om wat luxe te bieden tijdens het rijden en het afwerkingsniveau van het interieur is ook goed. Deze Abarth 124 Spider GT heeft een kofferinhoud van 140 liter. Nu, op zich is dat niet heel veel, maar de kofferruimte heeft een grote toegang zodat je makkelijk je spullen in en uit kan laden en dat je die ruimte dus volledig kan gaan benutten. Met andere woorden, is dit dus prima voor het dagdagelijkse gebruik. Zoals ik eerder al zei, klinken de uitlaten van deze 124 GT geweldig. Maar deze wagen is niet alleen luidruchtig, hij heeft veel meer te bieden dan dat. Om te beginnen vind je onderin een Bilstein onderstel dat volledig afgesteld is door de mensen van Abarth, dat perfect onder deze wagen past. En dat is ook zo. Als je hiermee rijdt, ligt hij strak in de bochten en voelt deze wagen heel controleerbaar aan. En oké, het is een klein beetje aan de harde kant, maar dat mag wel voor een sportwagen. Nu, wat ook opvalt, is dat dit echt wel een lichte auto is. Hij gaat zeer snel vooruit
en hij voelt ook mooi gebalanceerd aan. En je hebt ook een mooi setje remmen vooraan van Brembo, die ervoor gaan zorgen dat hij heel snel tot stilstand gaat komen. Nu achterin vind je ook een mechanisch sperdifferentieel en dat zorgt ervoor dat je toch echt wel wat speelsheid in deze auto krijgt. Hij is zeer levendig en als je die tractiecontrole volledig gaat uitschakelen, kan je hem echt wel helemaal dwars zetten. Op zich is dat niet ideaal voor elke dag van de week te doen, maar het is toch wel zeer, zeer verslavend. Net zoals dat motorgeluid. Het leuke aan deze 124 is dat je de keuze hebt uit een automatische versnellingsbak die elke dag van de week zal laten staan, maar dat je deze handgeschakelde zesbak hebt. Deze zorgt ervoor dat je een echte verbondenheid krijgt met deze auto en dat je het gevoel hebt dat je volledig zelf aan het stuur zit. Nu, deze auto heeft dus echt wel een mooi totaalpakketje. Het is een zeer goede sportwagen. Het enige dat ik kan aanmerken is dat hij in deze GT-versie toch wel echt prijzig wordt. Een carbonendak is een leuk ding om te hebben, maar het is zeker niet goedkoop. Is het dat waard voor jou? Is er geen moment om te twijfelen, want deze wagen is een garantie voor een brede lach op jouw gezicht. En dat is eveneens ook de garantie van die schorpioen die je op het stuur vindt. Wil u meer CarView, kan u altijd abonneren op ons YouTube kanaal. U kan ook terecht op onze website die u in de beschrijving vindt voor fotoshoots en nog veel meer. Ook maken we van onze performantere wagens een extra video van enkel het motorgeluid, zodat u een beter beeld kan krijgen van hoe deze wagen effectief klinkt. En tot slot kan u ook nog op het vak op uw scherm klikken voor een van onze andere video's. Alvast bedankt om te kijken en tot de volgende keer.